Tijdens de Klimaatweek wordt er veel aandacht besteed aan het klimaat en duurzaamheid. Op deze manier proberen ze bewoners bewust te laten maken hoe ze klimaatbewuster kunnen leven. Zoals vandaag de opening van de Nationale Klimaatweek in Druten. Hier hezen de wethouder en de klimaatburgemeester de Nationale Klimaatweekvlag om hiermee deze speciale week van start te laten gaan. Tijdens de Klimaatweek wordt er veel aandacht besteed aan klimaat en duurzaamheid en hoe wij dit als inwoners kunnen verbeteren. Vandaag was de aftrap van deze week in Druten. Met het hijsen van de Nationale Klimaatweekvlag vragen de wethouder en de klimaatburgemeester meer aandacht voor dit onderwerp. Ik denk dat de Klimaatweek juist is om iedereen eventjes weer met de neus op de feiten te zetten en even aan te geven van wat kunnen we zelf doen. Ja, het is toch wel even een momentje dat je alle activiteiten naar de voorgrond haalt, daar aandacht voor vraagt. Daar is deze week toch eigenlijk wel voor. De klimaatburgemeester, die hier dus ook bij aanwezig was, houdt zich de komende week veel bezig met de klimaatactiviteiten die gepland staan. Samen met Cora van Inge is zij de klimaatburgemeester van Land van Maas en Waal. Maar wat houdt dat precies in? Een klimaatburgemeester is eigenlijk een gewone burger die zich wel hard maakt voor het klimaat. Er zijn heel veel klimaatburgemeesters in Nederland. Volgens mij nu al bijna 300. In ons geval vinden we het superbelangrijk om de mooie initiatieven die hier zijn in het Land van Maas en Waal, hier in Druten, maar ook in West Maas en Waal, te laten zien. Want eigenlijk zijn er heel veel inwoners die al heel veel mooie dingen doen, die gezien mogen worden, die verteld mogen worden. En dat soort verhalen willen wij gaan vertellen. Deze week zetten zij zich in voor de bewustwording over het klimaat en duurzaamheid bij de inwoners van Land van Maas en Waal. Zo willen zij de inwoners graag helpen met het vinden van duurzamere oplossingen. Soms zijn oplossingen zo simpel, maar daar denk je dan niet bij na. Nou ja, dat kan zijn een regenpijp die je afkoppelt, maar dat kan ook weer meer groen in de tuin. Hè? Dus tegels eruit, grind erin, gras erin, een groen dak op het dak van je huis of je garage. In ons geval vinden we het superbelangrijk om de mooie initiatieven die hier zijn in het Land van Maas en Waal, hier in Druten, maar ook in West Maas en Waal, te laten zien. Want eigenlijk zijn er heel veel inwoners die al heel veel mooie dingen doen. De komende week zal de Klimaatweek nog in volle gang zijn en zijn er genoeg activiteiten te vinden rondom klimaat en duurzaamheid. Na de Klimaatweek hopen de klimaatburgemeesters en de gemeente dat ze de bewoners hebben kunnen inspireren ook klimaatvriendelijk te zijn. Gisteren is bijvoorbeeld energieloket geweest. Nu vanmiddag gaan we op klimaatsafari. En deze vrijdag staan we op de markt hier in Druten met onze duurzame thermometer. En dan gaan we aan mensen vragen van, goh, hoe duurzaam ben jij eigenlijk? En hoe doe jij dingen? Heb je nog goede tips? Mijn advies is, kom naar de markt vrijdag. Doe met ons de duurzame thermometer. En dan gaan we gewoon het gesprek aan.